November zit erop en dat betekent dat vier boekhandelaren uit de grote stapel romans, non-fictie, poëzie, biografie, essaybundels, noem het maar op, het boek van de maand gaan kiezen. Het boek dat we niet mogen missen en dat we moeten lezen. Ze kiezen uit binnen- en buitenlandse boeken, mits in vertaling beschikbaar. Dat zeg ik zo vaak. Aan tafel, gidsen in Boekenland, Wouter Cajot van het Stad Leest in Antwerpen. Veronique Snijder-Kramer van Boekhandel Kramer, Winterswijk. Casper Lukkerhoff van de Kennemer Boekhandel in Haarlem. En Grietje Braaksma van De Bijkorf. Belangrijke keus, want we hebben nu straks veel dagen om te lezen. Lekker, het is de leesmaand, december. Ja. Dus het is niet zonder belang wat jullie gaan zeggen. Grietje, mag ik met jou beginnen? Ja, heel graag. Want een boek wat je zeker niet mag missen is van Colm Tóibín, Nora. Nora speelt zich af in het Ierland van de 60e jaren. Nora is halverwege de 40 en dan wordt ze weduwe en ze blijft achter met 4 kinderen. Ze moet gaan werken, want er moet brood op de plank. En wat doet Nora? Nora heeft een leven voor zichzelf. Ze heeft geen talent voor ondergeschiktheid. Dat doet mijn hart al sneller kloppen. En wat zij ook doet, is haar kinderen opvoeden. Niet in schabloontjes, maar ze voedt haar kinderen op tot de mensen die ze eigenlijk altijd al waren. Zo'n moeder gun je iedereen. Er gebeurde iets heel vreemds met mij. Ik heb zo ongelooflijk veel boeken gelezen. Maar ik ging gaandeweg het boek ging ik van Nora houden. Dat heb je met heel weinig romanfiguren. Mm-hmm. Het was zelfs zo sterk dat als ik op mijn werk was, dan zat ik stiekem een beetje aan Nora te denken. En dan dacht ik, ben een workaholic, ik ga gewoon iets eerder naar huis, want dan kan ik weer verder in Nora. Nou, zo'n boek wil je natuurlijk graag dat iedereen dat gaat lezen. Ik ben verliefd op Nora. Het is een waanzinnig boek. En ja. Iemand iets aan toe te voegen? Ja, Wouter? Het is een heel mooi boek. Het valt zowat in de categorie trage boeken zonder grote gebeurtenissen. Maar het houdt u wel bezig. En het deed mij een beetje denken, een beetje veel zelf aan Stoner. Het zit echt in die... Stoner? Het zit in die categorie, absoluut. Ja. Ja. Klein verhaal, groot verteld. Ja, echt ongelooflijk. Ja. Dank jullie wel. Nou, dat is het eerste boek. Colm Tóibín, zeg je. Ja, ik heb les gehad van mijn eerste collega. Tóibín, Even kijken. Casper, jij hebt straks de eer te zeggen wat het boek van de maand is. Zover zijn we dus nog niet. Veronique. Ja. Het tweede boek dat wij gekozen hebben is een boek van Maartje Wortel. Er moet iets gebeuren. Maartje Wortel is een jonge schrijfster. En zij heeft met haar vorige boek, IJstijd, heeft ze de BNG Literatuurprijs gewonnen. En in 2014 is zij ook tot groot literaire talent bij de Volkskrant uitgeroepen. Groot literaire talent. En ze heeft ooit voor mij een boek gesigneerd met de woorden: ik wens je veel liefde, geluk, gedoe en ongemak. En toen dacht ik, wat is dat? Wat is dat? Maar zo zijn deze verhalen. Ze zijn schrijnend. Een beetje merkwaardig zijn ze. En soms ook lachwekkend. Mm. En het grappige eraan vind ik echt, er staat voor in het boek, ze is van de school van journalistiek is afgestuurd omdat ze te veel verhalen verzon. Nou, dat is een groot geluk voor ons, want de verhalen in dit boek zijn echt, wat mij betreft, stuk voor stuk om in te lijsten. Er was een relletje op internet dit heet gebonden, maar het lijkt gelijmd, maar het is dus heel stevig. Ja, maar het gaat natuurlijk wel om de inhoud. Ja, nee, ik ben erg voor Maartje Wortel, laat dat duidelijk zijn. Ja. Wat was de hel nou precies? Nou, omdat de uitgeverij had beweerd, je krijgt een gebonden exemplaar. Mensen kregen het, die dachten, hey, dit is gelijmd. Ja. Maar hij is dus slappe kaft gebonden. Ja, maar dat is niet deze, volgens mij. Nee, is voor de mensen. Dan heb ik hem kapot gemaakt. Ja. Ik heb een andere editie thuis. Maar is die andere? Ja. Wat? Even naar het boek, wat ik nog even wou zeggen. Wat ik zo mooi vind aan Maartje Wortel is, het is een beetje zoals met muziekbands. Als je 3 noten hoort, dan kun je zeggen, oké, dit is die band of dit is die band. Als je echt groot bent. Dat is met Maartje Wortel ook. Ik denk, als ik 3 willekeurige stukken zou krijgen, ik zou ze er zo uithalen. Ja. Haar stijl is zo fijn, zo snel, kort, grappig, maf met momenten. Ik vind haar... Topschrijver. Ja, absoluut. Een eigen signatuur. En het titelverhaal is fantastisch. Ja. Er moet iets gebeuren. Dankjewel, Veronique. Wouter? Ja, een ander boek wat we willen noemen vanavond is De Nieuwe Tsaar van Stephen Lee Myers. Het is een biografie over Poetin. Stevig boek, hele goede biografie. Het is geschreven, die Myers is correspondent geweest voor de New York Times in Moskou. En hij is eigenlijk de eerste die erin slaagt om een heel compleet beeld van Poetin te schetsen. We weten natuurlijk allemaal wat er de laatste jaren gebeurd is, maar Myers gaat echt helemaal terug naar zijn jeugd. En je ziet echt in dit episch boek, want dat is het ook echt, en het leest echt als een thriller met momenten, je ziet eigenlijk een soort van straatjongetje
opgroeien in een buurt in Leningrad, nu Sint-Petersburg, een buurt waar je niet doodgevonden wilt worden. Zie je hem opgroeien via de geheime dienst. Want hij, als hij 16 is, gaat hij bij de KGB aankloppen om te vragen... Dat hij een film heeft gezien, hè? Hij heeft een film gezien over spionnen. En hij zegt, dat wil ik worden. Dus hij gaat daar gewoon bellen bij die KGB. Zegt, wat moet ik doen om spion te worden? Uiteindelijk wordt hij dat ook. En je ziet hem echt opgroeien vanuit die achtergrond tot de grote politieke kabinetten en tot waar die nu zit in het Kremlin. Ja, zegt inderdaad ook, het leest als een thriller, maar het leest af en toe ook alsof je een roman van Dostojevski binnenwandelt. Ja, absoluut. Met enge personages en dan met een glansrol. Absoluut. En in recensent vergeleek het ook met Shakespeare. En dat is het ook. Er komen koningen in voor, er worden moorden gedaan, misbruik, geld. En wat het mooie is aan dit boek, je hebt enerzijds het politieke en hetgeen wat we allemaal weten, maar je hebt ook eens een blik achter de schermen. Wie is die man ook? Mm-hmm. Die man heeft $40 miljard staan op een bankrekening in Zwitserland. Hij is de eerste die dat ontdekt heeft. Hij is gewoon een van de rijkste mensen van de wereld. Mm-hmm. Maar ook grappig is denk ik om te zeggen dat hij eigenlijk tot zijn 8 een echt moederskindje was. Hij ging niet naar school, hij zat veel bij zijn moeder op schoot. Ja, dat vind ik dan heel erg leuk in dit. Vind jij dat weer een leuk detail? Mooi, nu is alles wel verteld, denk ik. Even drummer, roffeltje. Nee, roffeltje. Ja. Bam, nummer 1. Dat kan niet zo goed roffelen. Dankjewel. Nee, goed genoeg. Nou, ik vond het heel goed. Ja. Het boek van de maand, daar waren we eigenlijk snel over uit. Het boek van de maand is Judas van de Israëlische schrijver Amos Oz. En het is vertaald door Hilde Pach, om dat maar even gezegd te hebben. Dit is een prachtige roman. Het speelt eind jaren 50 in Israël. Als er een 25-jarige jongen stopt met zijn studie. Zijn vader raakt zijn baan kwijt. Zijn vriendin maakt het ook nog een keer uit natuurlijk. En dan wordt hij in huis genomen door een oude man. En elke dag gaan ze uren met elkaar praten. Over literatuur, over geschiedenis, over de liefde, over het conflict tussen de Arabieren en de Joden. Ja, en dan ontvouwt zich eigenlijk een soort van ideeroman dat echt ik in tijden eigenlijk niet op zo'n manier heb gelezen. Ongelooflijk knap hoe hij dat conflict gebruikt, ook tussen de Arabieren en de Joden. Om ook te laten zien dat, ook nu, hè, het is nu altijd een hele snelle tijd. Iedereen heeft altijd heel snel een mening over vluchtelingen, over migranten. En Amos Oz laat ook juist zien dat je ook nieuwsgierig moet zijn naar de ander. Vragen moet stellen. En in dat opzicht vond ik het echt een rijk boek. En ook een hele mooie liefdesroman. Ook, hè? Er ontwikkelt zich ook een soort liefdesgeschiedenis tussen. Ja, Gietje en ik waren dus op een gegeven moment druk aan het appen. Want er zit één scène in. Die jongen, er is ook een vrouw in dat huis. Hè? En die vrouw is 20 jaar ouder. Dat had zijn moeder kunnen zijn. Maar hij wordt natuurlijk toch verliefd op haar. Want ze gaat dat. Nee. Maar hij valt van de trap. En hij ligt op een gegeven moment in een kamertje met een bruin dekentje over hem heen. En dan komt die vrouw hem wassen. En dan gaat ze met de washand. Nou ja, Gietje en ik die vonden dat echt ontzettend. Dat maar heel erg erotisch, ja. Ja, maar er gebeurt ook verder niet zoveel. Maar hij kan ontzettend beeldend schrijven. Zaten jullie ook in die appgroep? Nee, maar ik heb wel een Nee, dan snap ik het wel. Het is een beetje opgesplit. Weet je nog, die washand? Ja, daar hebben we dus nog dagelijks over, die washand. Maar het is dus echt een... ik was hier echt heel erg onder indruk. Als ik nu moet terugkijken... 2015 misschien een beetje voorbarig. Maar het is denk ik wel het mooiste en indrukwekkendste boek wat ik in ieder geval heb gelezen. Dat ook wel, daar sluit ik mij graag bij aan. Het is zijn stijl is ook heel mooi. Hij is ook al verschillende keren genoemd voor de Nobelprijs. Klopt. Als je dat boek leest, dan begrijp je ook waarom. Het zijn toch een beetje koude dagen en ik had bij dit boek toch wel... Het is een soort van warm donsdekentje, dit boek. Ja. Hij was een week of twee geleden te gast bij Buitenhof. Lange interview van een half uur. Ongelooflijk een wijze man. Ik heb nog nooit iets van hem gelezen. Oh, het is een heel wijs boek. Het is een wijs boek, Nou ja, jongens. Indrukwekkend. Dank jullie wel voor de inzet in 2015. We zien jullie uiteraard in januari terug. Dit zijn de tips voor de koude dagen tussen kerst en oud en nieuw, zullen we maar zeggen. De winnaar krijgt natuurlijk ook een animatie van ons. Sjoerd Kooistra en Sybrand Klomstra zitten daar gebroedelijk naast elkaar. Zelfde shirt aan, dus dat moet één bedrijf zijn. Één artistieke unit. Jongens, hoe hebben jullie dit aangepakt? Judas van Amos Oz. We hebben natuurlijk eerst het boek gelezen. Allereerst. En toen zijn we... hebben echt één idee uit het boek, omdat je voelt toch wel de hele tijd dat conflict hangen. En we hebben er één thema uitgehaald, zeg maar. Dat vonden wij een heel mooi idee, dat de verrader soms een tijd ver vooruit is. Het gaat echt tussen goed en kwaad, maar soms kan kwaad ook goed zijn en goed kan ook kwaad zijn. En dat hebben we vertolkt door speelgoed. Door speelgoed? Ja. We gaan kijken. Ik ben benieuwd. Bye.
Dankjewel, jongens. Als dat geen kerstgedachte is. Hè? Prachtig. Veel leesplezier de komende maanden. We zien jullie in januari terug. Tot zover. Tot morgen.